dink jy deels uitvat vir tensies? Maar hoe laat ek mense weet dat ek ook kan teken? Om te wys dat my illustraties iets werd is, het ek begin om dit te ruil vir allerhande dinge, van een skeerstelliekie tot een naalstelliekie, een rugsak en een sonbril. Wat meer kan mens nog voorvra? Belangstelling het vinnig gegroei, en ek het besluit om te sien hoe ver kan ek kom met my sketse. Die blinkproject, een checkboek waarin ek kan teken. Het is my eie geldeenheid. Van Pretoria tot Guatemala het ek checks geruil, vir kos, drank, kleren, akkommodasie, ach, somme enig iets wat ek nodig het om deur die dag te kom. Daar is selfs checks geruil met poppespelers, kunstenaars, haarkappers en baristas. En met die Afrikaner afstammelinge en Patagonie. Jy wonder seker wat maak hulle daar. In 1900 het 600 families gevlug Argentinië toe. Vandag praat van hulle nog steeds Afrikaans, selfs al was hulle nog nooit in Suid-Afrika gewees nie. Hier het ek my checks geruil vir varskoeksisters. Een bottle jam vir my ma, een koppie boeretroos, een warm baiekie, boereraad vir 'n seer maag, een lekker braaivleis saam met oom Piet, en selfs vir net 'n kansie om weer Afrikaans te kan praat. Hy is bang dat ek op die plaas bly, een plaas alleen, dat ek iets oorkom, dat ek heeltemal alleen daar so. Maar kijk, hy gaan die ene plaas naar die andere toe, gaan hy te perd. En dan bly ek daar, maar dit is nie baie lekker alleen te bly nie. Toe sê vir my nie, ek moet maar die winter hier bly. En toe kom ons die 21ste mei het ons gekom. En die 23ste is hy teruggegaan, maar Boetie, my sê dat hy hier geblei. Vanmorgen is hy hier plaas toe. Ek het elke stap van die project met mense online gedeel. Dit het lekker baie publisiteit gegenereer. Stefanus, gaan het? Baie goed self. Aan die gang. Ek sal jou opsom, ek volg jou op Twitter en ek volg Blink Stefanus, jou handelsmerk, en ek som jou op as een weird ass. En ek's nou woes aan die teken. Korokie